De edikop, dat vind ik. Ik heb nou overal trek in, vind ik het gezellig. Alleen mag je niet meer snoepen. Ik hou van warm. En een koketje, dus een grap. Denkt u wel eens een glas sinaasappelsap of zo? Nee, het is zo zuur, die zooi. Nee, dat doe ik niet. Ik ben toch niet dol op fruit, hoor. Nee. Nou, eet u het maar liever niet. Nee, als ik zin heb, dan eet ik het niet. Ik ga niet tegen mijn zin eten. Dit is de keuken van verpleeghuis Roosendaal in Utrecht. Hier wonen 280 bejaarden die vaak niet meer kunnen lopen. Ze doen niet veel en eten dan ook weinig. Diëtiste in dit verpleeghuis is mevrouw Van Vulpen. Ik wilde even met u over het eten komen praten. Ja? Ja? Het is moeilijk om te controleren of de mensen wel voldoende en vitaminerijk eten. De continuïteit van verpleegverzorging op afdelingen is niet altijd even goed geregeld. Je hebt dus steeds met andere krachten te maken die niet weten dat mevrouw X eigenlijk meer moet drinken. Dat je met die hulp zit bij aan de bewoner bij dat bed. Van nou, is er iemand die die bewoner kan helpen zijn vlees te snijden, het vlees op te eten. En je ziet dan toch dat dat niet altijd lukt. Dus dat betekent dat men best wel eens minder binnenkrijgt dan men eigenlijk zou moeten. En dat kan inderdaad tekorten te zien geven. Het onderzoeksinstituut TNO heeft onderzocht met welke tekorten de bejaarde bewoners van verpleeghuizen te kampen hebben. Het onderzoek is samengevat in dit rapport. Onderzoeker Leuwik. De belangrijkste uitkomst is dat we het bloed hebben onderzocht en daaruit bleek dat er vrij veel lage gehaltes aan vitamines en mineralen werden geconstateerd. En die lage gehaltes hebben te maken met een te lage consumptie en wat weer te maken heeft met een te geringe lichamelijke activiteit. Het onderzoeksteam van TNO heeft 150 bejaarde vrouwen onderzocht in één verpleeghuis. Waar kan het tekort aan vitamines en mineralen toe leiden? Dat kan tot een aantal zaken leiden. Dat hangt een beetje af van het vitamine of het mineraal. Het kan te maken hebben met geestelijke vermogens die eventueel achteruit gaan. En heel belangrijk is het immuunstatus. Oftewel de weerbaarheid van het lichaam tegen infectieziektes. En dat is daarom zo belangrijk, omdat infectieziekten een belangrijke doorzorg zijn in verpleeghuispopulaties. In Nederland zitten 22.000 mensen in dezelfde situatie als de mensen die onderzocht zijn. Het grootste gedeelte van deze patiënten zijn als het ware ondervoed. Wanneer we dus de grenzen gebruiken wat betreft lage waarden, dan is meer dan de helft heeft minimaal één te lage spiegel van een vitamine of mineraal. Uit het onderzoek van TNO blijkt dus dat meer dan 50% van de mensen in verpleeghuizen te weinig vitamines naar binnen krijgen. Dat zijn alleen al in Nederland 11.000 mensen die daardoor een verhoogde kans hebben om sneller te overlijden aan infectieziekten. Had u nu deze uitkomsten verwacht? Nee, deze situatie hadden we niet verwacht aan te treffen in een land zo welvarend als Nederland met een heel goed zorgsysteem. We zijn als onderzoekers, hadden we wel iets verwacht, maar toch niet deze getallen zoals ze zich nu aan ons laten zien. Kijkt u of u voldoende vitamines binnenkrijgt? Houdt u daar rekening mee? Nee. Ik eet wat me voorgezet wordt en vitamine, nee, daar kijk ik niet naar. Vindt u niet belangrijk? Nee, ik niet. Waarom niet? Nou, vroeger hadden ze ook zulke vitamine niet. Ik denk dat met name de oudere mens daar niet echt meer opgevoed is. Men weet wel van, bruin brood is beter dan wit brood. Maar ja, als je je leven lang gewend bent om wit brood te eten, dan ga je niet ineens overstappen op bruin brood. Dus je geeft mensen wel aan van, u heeft last van obstipatie, u heeft een slechte stoelgang. Daarbij kunt u die en die stappen ondernemen. En het is goed om op uw voeding te letten, op uw vocht. Maar ja, mensen zijn al jarenlang gewend op een bepaalde manier te eten en te drinken. Ga daar maar een verandering in aanbrengen. Dat is toch niet altijd even makkelijk. En ook begrijpelijk, denk ik. In dit verpleeghuis heeft men de kans om voldoende vitamine C binnen te krijgen. Maar slaat men bijvoorbeeld een glaasje sap af, wat daarbij hoort, dan hebben wij daar totaal geen invloed meer op. En dan kun je dus ervan uitgaan dat die persoon op termijn een tekort kan ontwikkelen. Maar daar kun je kunt niet zeggen tegen die bewoner, en nu gaat u uw sinaasappelsap drinken. Het valt dus niet mee om oudere mensen andere voedingsgewoontes aan te leren. Daardoor kan een tekort aan noodzakelijke vitamines in snel tempo toenemen.
ja, wanneer je toch die zaak fundamenteel wil veranderen, dat is nodig bij deze lage spiegels, zou je moeten denken aan verrijkte voedingsmiddelen of aan het gebruik van vitaminepreparaten in de vorm van een pil of capsule. Zou je dat een goede methode vinden? Ikzelf ben er geen voorstander van. Ik blijf dan toch een beetje bij dat oude stukje de maaltijdschijf gezonde voeding zitten. En de maaltijdschijf geeft dan aan waar welke voedingsstoffen in zitten. En denk van nou, geef inderdaad je stukje voorlichting. Probeer het zo duidelijk mogelijk te brengen. Zorg dat je voeding in het huis volwaardig is. Ik denk dat dat wel een vereiste is. En ja, geef mensen zelf de keus. En ga ze niet belasten met pillen als dat tekort is. Want mensen hebben al een heel leven achter de rug. Hebben al een heel leven lang zo gegeten. En een heel leven lang op die manier geleefd. En dan ga jij daar als verzorgende, als deskundige, ja, een beetje betuttelend mee bezig. Ik denk niet dat dat... Ik zou dat zelf niet kunnen verkopen. Vindt u het nog belangrijk om te denken aan van zitten wel voldoende vitamine in mijn eten? Zitten er nog wel voldoende vezels in? Of zegt u van nou, maakt mij niet meer uit die laatste jaren? Nee, ik ben 84 en ik rook mijn sigaretje. Maakt mij niks meer uit. Nee. Maar ik wist wat, ik krijg een boerenkool om me voor te vallen. Bejaarden als mevrouw Van der Zanden hebben blijkbaar zelf geen behoefte aan die extra vitamines. TNO vindt dat begrijpelijk. We hebben wel een honger- en een dorstgevoel, maar geen gevoel voor meer vitamines. Wilt u er nu uiteindelijk mee bewerkstelligen dat mensen toch langer in leven blijven? In eerste instantie denk ik dat we hier moeten praten over kwaliteit van leven. Om dat te verbeteren. En kwaliteit van leven is dan de ernst van ziektes die men heeft. Wanneer dit zou kunnen bijdragen aan minder ernstige infectieziekten, minder bedlegerigheid, het doorliggen, dat soort problemen. Wanneer het daar een bijdrage aan kan leveren, dan zou dat toch heel wat meer geholpen zijn om die mensen een enigszins wat aangenamere oude dag nog te geven. Goed, tot zover Nieuwslijn van vanavond. Morgen zijn er op dit net actualiteiten bij de collega's van Achter het Nieuws. En morgenmiddag op Radio 1 bij de collega's van Nieuwsradio. Wij zijn er weer aanstaande donderdag. Graag tot dan.